In deze aflevering van de Indigo Disc DLC gaan we proberen om Kieran te verslaan. En daarmee hopen we dus ook de kampioen te worden van de BB Academy. Maar ook dit gevecht is niet heel makkelijk. Dus ga er lekker voor zitten en bekijk hoe het mij afgaat. Dit is het team dat ik meeneem voor Kieran. Uiteraard is zijn favorietje Ogre Pond erbij. We hebben Alolan Muk, want die vind ik gewoon vet. Chandler is een van de coolste Pokémon en misschien ook een van de betere. Baxcalibur is gewoon echt een baas. Een Dragon-type die ook Ice-type is, dus die Dragon-type heeft geen weakness voor Dragon op deze manier. Metagross en Shiny Lucario, die het al vaker voor mij gedaan heeft tijdens dit avontuur. Twee Steel-type Pokémon, maar Metagross is daarnaast ook Psychic en Lucario is daarnaast natuurlijk ook Fighting. Dus die combi vind ik heel nice. Ik hou van Steel-type Pokémon. Ik denk dat deze dat moeten gaan doen, jongens. Als je denkt dat ik het ga halen, doe een duimpje omhoog. En vergeet niet te abonneren voor heel veel Nintendo content. Oh, en laat in de reacties weten wat jouw team was toen jij Kieran versloeg. Deze mevrouw zegt, jij bent Rikachu, toch? Hier gaan we de championship match opzetten. En Drayton zegt dus, Rikachu. Jij zei dat jij en Kieran vrienden waren, toch? Zeker, man. Wij zijn zeker matties. En Drayton zegt, nou, ik vond Kieran leuker toen zijn haar nog gewoon naar beneden zat. Hij was altijd zo'n kleine, stille jongen. Met de ruggengraat van een wimpot. Hij verschuilde zich altijd achter Carmine. Maar als het op Pokémon Battles aankwam, dan zag ik nooit zoveel vreugde in iemands ogen als die van Kieran. Maar nu, ja, hij is veranderd. Hij straft zichzelf. Hij straft iedereen die om hem heen staat. Er komt niks goeds meer uit. Iemand moet hem even een pak slaag gaan geven. En Drayton wilde dat doen, maar dat is hem niet gelukt. Dus nu moet ik dat gaan doen. Iedereen is er klaar voor. De battle tegen Kieran. De BB League Champion. Let's freaking go. De Elite Four zal op de tribune zitten om te juichen. En daar gaan we hoor. Dit is een officiële BB League aankondiging. Een championship wedstrijd stopt op het punt van beginnen. En als je het wil zien, kom dan allemaal hier naar het stadion. Bingelinge bongbong. Daar is die hoor, Kieran. Kijk, hij kijkt ook echt niet meer vrolijk, hè? Ik wou nog heel even mijn team aanpassen eigenlijk. Had ik dat eerder moeten doen? Ik weet nou niet of ik mijn favoriete twee laat beginnen. Ik wilde eigenlijk met Lucario en Baxcalibur beginnen. Maar Kieran die zegt, ik heb hier zo lang naartoe gewerkt voor dit moment. Ik heb Pokémon bestudeerd en ik heb mijn Pokémon sterker gemaakt. En ik heb iedereen verslagen om Elite Four kampioen te worden. En nu ben ik hier. En nu ben jij hier. Al dit harde werk. Allemaal voor dit moment. Ja! Ik wil jou verslaan. Hier. En nu. Dit is de kampioenswedstrijd. Let's go, Kieran. Ja, en het moeilijke van deze battles is dat het dual-type battles zijn. Ik vind het best wel lastig. Single-type battles vind ik veel makkelijker. Oké, ik heb gelukkig mijn beste Pokémon voorgezet. Baxcalibur en Lucario. Let's freaking go. Politoed laat het regenen. Ja, Politoed ziet er zo schattig uit, maar dat is die niet hoor. Ik ga voor een Icicle Crash op Dragonite. Dat zou denk ik al genoeg moeten zijn, maar als dat niet zo is, dan ga ik voor een Ice Punch erachteraan. Of laten we eerst die Ice Punch doen. Oeh, kijk, die Dragonite. Ja, die is toch wel sterk. Kieran zegt, wow, oké, maakt niet uit wat voor type matchup dit is. Ik ga nog steeds winnen. We hebben Dragonite bevroren. Oké, dat is wel even heel lekker. Dan kan ik me hierna even gaan focussen op het verslaan van Politoed als Dragonite nog niet kapot is. Maar Dragonite gaat gelijk kapot. Hoppakee. Oké, Politoed, wat ga jij doen? Wat heb jij voor gekke moves bij je? Hij doet Weather Ball. Die ken ik niet zo goed, die move. Wow, wow, oké. Dat deed pijn op Lucario. Dan komt daar een Grimmsnarl aan. Ja, die Politoed die heeft blijkbaar een hele sterke move. Die zou ik het liefst eerst willen verslaan. Ik denk dat ik een Dragon Claw Politoed doe. Ja, misschien met Flash Cannon kunnen we dan toch alvast die Grimmsnarl ook uit de weg ruimen. Of met een Meteor Smash. Oké, we gaan voor Meteor Smash. Let's go. Ik denk wel dat Lucario deze beurt kapot gaat. Ik hoop dat Lucario wel gewoon sneller is. Hij doet een Reflect. Hun team is nu sterker beschermd. Oh nee, tegen Fizz. Moves en ik mis hem nog ook. Dus dat is wel heel erg balen. Politoed is een probleem. Dat is een gekke, zieke support Pokémon. Ja, Baxcalibur die heeft dus echt alleen maar physical moves. Dan moet ik nu voor Flash Cannon gaan op Grimmsnarl. Dus even kijken of dat gaat werken. Dat werkt wel aardig. Maar Grimmsnarl leeft nog. En Politoed gaat er natuurlijk ook gewoon overleven. Die heeft zichzelf goed beschermd. Hij gaat voor een Weatherball op mijn Lucario. En dat is het einde van mijn Lucario. Oké, maar ik accepteer dit eventjes. Ik ga deze even slikken. Ik denk dat ik nu Ogre Pond eruit ga gooien voor die Politoed te verslaan. Spirit Break, super effective, heftig. Ja, ik wil het liefst niet te veel wisselen altijd. Ik kan ook Muk eruit gooien nu. Metagross zou ook nog steeds een goede optie zijn. Maar ik wil eigenlijk, ik wil die Politoed verslaan. Die is vervelend.
spelen, man. You've got some nerve bringing out die ogre. Now of all times. Kieran wordt gek dat ik ogrepond eruit breng. Ja, dat vindt hij niet leuk, hè? Oké, ik hoop een beetje dat ik in deze beurt allebei zijn Pokémon ga verslaan. Ivy Cudgel, die gooien we op Politoed. Dan is het klaar. Politoed is weg. Had ik misschien eerder moeten doen. Dan was Lucario niet kapot. Maar ik ben altijd bang dat ze mijn Pokémon gaan slopen als ik tussendoor ga wisselen. En dan verspeel ik gewoon weer een beurt mee. Dus dat wil ik liever niet. Icicle Crash, nu op Grimmsnarl. Dat is ook genoeg. Lekker. Oh, we gaan heerlijk, jongens. Hoppakee. Er zijn er al 3 down. Tegen 1 van mij. Ja, wel mijn Lucario. Wel mijn beste Pokémon misschien. Oh, en die had ik goed kunnen gebruiken, denk ik, voor Porygon-Z. Want dat is natuurlijk een normal-type Pokémon. En Incineroar. Oké. Dat is een probleem. Dat is een groot probleem voor allebei mijn Pokémon hier trouwens. Ja, dan heb ik toch echt Lucario nodig, ben ik bang. Ik ga voor Glaive Rush. En dan hoop ik dat ik Incineroar gewoon sloop. Oeh, ik heb Low Kick. Low Kick gaat Incineroar ook niet leuk vinden trouwens. Oké, hij gaat voor Fake Out op mijn Ogre Pond. Die kan nu niet meer aanvallen. Dat is jammer. Oh, Porygon gaat voor Hyper Beam. Auw, auw. Niet cool. Oké, Ogre Pond, let's go. De volgende beurt moet jij echt eventjes dit gaan fixen. Oké, Metagross is geen goede keuze. Chandler ook niet. Ja, dan moet het maar eventjes Muk worden, denk ik. Ik heb Muk trouwens een Rocky Helmet gegeven. Oké, dan hoop ik dat Low Kick nu wel gaat werken op Incineroar. Porygon moet rechargen. Ja, de Low Kick gaat redelijk op Incineroar, maar ja, die gaat Flare Blitz doen. Ik had al zo'n vermoeden. Auw, 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 dit was niet genoeg. Dat is jammer. Oké, ik heb mijn Lucario nodig. Dat mag duidelijk zijn. Incineroar is zichzelf ook half aan het slopen, zo te zien. Oh, maar die heeft een Berry. Dat is een beetje balen. Oké, een Gunkshot. Even kijken wat dat gaat doen op Porygon. Niet genoeg. Oké, welke van deze twee is sneller? Daar gaat het misschien ook eventjes om. Chandler is vrij snel met 182. Oké, dan moet ik Chandler maar even gaan brengen. Maar Dark tegen Ghost-type is niet echt top. Nou, kan ik wel een Fighting-type worden als ik Terrestrialize? Maar of dat nou de goede keuze is, weet ik ook niet. Ik denk dat het de goede keuze is om Lucario eventjes te reviven. Oh man, deze combi is wel vervelend, die Incineroar en Porygon. Helemaal omdat mijn Lucario dus ook kapot was. Porygon die is ook wel zichzelf aan het slopen. Incineroar gaat voor Darkest Lariat. Ja, ik overleef dat wel. En hij pakt wat damage door de Rocky Helmet. En ja, oké. Ik sloop Incineroar met mijn Muk. Dat is lekker, dat is lekker. Nu moeten we iemand kiezen die we erin gaan gooien. Gaan we Lucario doen en Metagross dan gewoon achter de hand proberen te houden? Want die heeft nog full HP. Lucario, let's go. Daar ben je weer. Ik heb je gereden, 5 makker. Kieran zegt, ga gewoon daar. Hoe sta jij nog steeds aan? Ik heb alles gegeven. Wat is dit? En hij gaat voor een Hydreppel. Wow, die is vet. Nog een evolutie van Applin. Die is lijp. Oké, Lucario kan zich focussen op Porygon sowieso. Ik ga Knock-Off gebruiken op die Hydreppel. Ik weet niet of die Hydreppel namelijk een item heeft. Als die een item heeft, dan sla ik die item eraf met de Knock-Off. Dus dat is het. Maar oh, Kieran die gaat los. Hij gaat hem terrestrializen sowieso. Welk type ga je hem in terrestrializen dan? Het is een Grass Dragon was het altijd. Ga je hem in Grass doen? Wat is Fighting? Oh, maar dat is nice. Want ik heb nog... Oh, nee. Geen hyperbeam. Ik wou zeggen, dat is nice. Want ik heb nog een, hoe heet dat? Ik ben helemaal van mijn apropos gelijk. Een Metagross dat een psychic type is op de bank zitten. Die Porygon die is down. Maar wat gaat Hydreppel doen? Wordt het een 1v1? Nee, toch. Het wordt toch geen 1v1 uiteindelijk? Earth Power. Het wordt zeker een 1v1. Het komt allemaal neer op dit moment. Ik heb een Terror-type ook psychic met Metagross. Ik ga hem sowieso terrestrializen. Zen Headbutt heeft een accuracy van 90. Zou die gaan raken? Als ik een paar keer mis, dan ben ik alsnog de Sjaak, hè. Maar misschien kan die ook wel Psychic counteren. Ik hoop zo niet dat die Psychic kan counteren, hè. Als die Psychic kan counteren, dan ben ik de Sjaak. Oh, jongens, dit is super spannend. Zen Headbutt. Ik ben wel sneller. Dat is top. Hydreppel is blijkbaar heel langzaam. Oh! Ge-one-shot met Zen Headbutt door Metagross. En Kieran die vindt het niet eerlijk. Dat is niet eerlijk. Hoe kan ik nou verliezen, zegt hij. Nou, Kieran, het was wel een hele spannende battle, hoor. Jemig. Niet normaal. Ik snap dat je verbaasd bent. En je zegt, oh, wat? Wat is er gebeurd? Daarachterin zit ook echt 1 iemand op de tribune. Er was heel veel interesse voor deze battle. Oh nee. Kieran, hij valt bijna om. En iedereen zegt, wat? Heeft hij verloren? En er zegt iemand, let's go guys. Wie zegt dat?
Kieran zegt, nee, waarom? Dit had nooit mogen gebeuren. Ah, nee, 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 nee. En hij wordt een beetje licht in zijn hoofd zo te zien. Daar staan de Elite Four members. De andere, Drayton, Lacey en de rest. Crispin die zegt, ja, dat was wel awesome. En Lacey zegt, hou je even in, hou je even in. Oh, ik moet niezen. En Drayton die stapt naar voren met zijn coole jas. En die zegt, goede wedstrijd jullie twee. Dat hebben jullie goed gedaan. Ja, jammer van het resultaat, zegt Drayton. Ex-champion, oh my god. Waarom moet je gelijk zo doen? Waarom moet je gelijk zo lelijk doen, Drayton? Dat is ook weer nergens voor nodig. Hallo? Drayton zegt, kijk naar jou, vriend. Goed gedaan. We hebben een nieuwe BB League kampioen. De academie heeft een prijs voor mensen zoals jij die kampioen weten te worden. Hier, alsjeblieft. Oh, een masterbal. Altijd welkom voor die shiny Pokémon te vangen. En Drayton zegt, hey Kieran, dit betekent waarschijnlijk niet veel van iemand die jou niet kon verslaan. Maar ik zou wensen dat jij weer eens een keer lol had in je leven. Ik snap dat je altijd wil winnen. Ik bedoel, wie houdt er niet van winnen? Maar laat het je niet verteren. Het is moeilijk om naar te kijken. Come on. Oh, Kieran zegt, volgende keer ga ik winnen. En Drayton zegt, wat zeg je? En Kieran die staat op en die zegt, volgende keer ga ik. Ik ga niet verliezen. Ik ga winnen. Ik ga winnen. Ik ga even met hem praten, jongens. Ik ga even met hem praten. Kieran, rustig aan. Hij zegt, Rikachu, ik. Drayton zegt niet veel. En Lacey zegt, mogen we even onderbreken? allereerst willen we Rikachu feliciteren met het kampioenschap. Heel goed gedaan. Dit moeten we vieren. Maar ja, nu is het een beetje moeilijk. We weten niet zo goed hoe we door moeten gaan. Drayton zegt, hoezo? Waarom heb je daar moeite mee? En Lacey zegt, nou, denk er even over na. Een momentje. Als Rikachu onze kampioen is, dan is hij het hoofd van de League Club. Maar hij is een uitwisselingsstudent, dus wat is het plan op langer termijn als hij hier toch niet blijft? Nou, dat Kieran gewoon mijn plek inneemt, want die is een prima trainertje. Maar Lacey die zegt, nou ja, als Kieran weer terugkomt in de Elite Four, nadat hij dus de rank van kampioen is verloren, dan zou Crispin uit de Elite Four moeten. En hij zegt, wat? Ik? Nee, waarom? Hey joh, laat het gewoon lekker zoals het is, joh. Kieran kan toch gewoon de titel blijven verdedigen op mijn plek? Dat is helemaal goed, Kieran. Wat denk jij? De bel gaat eerst. Dit is een aankondiging voor de volgende studenten. Kieran, Drayton, Carmine en Rikachu. Mevrouw Briar en een paar gasten willen ons graag zien. Oké, is goed. We komen eraan, denk ik, als Kieran het ook nog aan kan. Drayton doet nog steeds een beetje lullig. Die zegt, ja, Kieran is echt kampioen. Dat moeten ze aanpassen. En Lacey zegt, doe eens even aardig, joh. Maar laten we met z'n allen gewoon even gaan wat mevrouw Briar heeft te zeggen. Kom Kieran. Let's go. Niet te verdrietig zijn, man. Daar gaan we. We moeten naar klasroom 1-4. Ja, die heeft zo te zien ook hoofdpijn van deze situatie. Zie je? Die staat ook een beetje te denken van... Oh, die heeft ook echt een typing schema achter er hangen. Zie je dat? Welke types goed zijn tegen wat? Oh, Carmine is erbij. Ik dacht dat Lacey meekwam. Maar het is Carmine. Maar Briar die zegt, er zijn een aantal hele speciale gasten vandaag. Ze zijn nu even weg voor een tour, maar ze komen zo terug. En in de tussentijd, neem even plaats. Drayton zegt, ja, helemaal goed. Ik heb toch pijn in mijn knieën. Briar die roept mij nog even. Die zegt, ik hoor dat je druk bent geweest met het battelen voor de BB League. En nu ben je kampioen geworden. Wat goed gedaan. Ja, dankjewel, Briar. Wat wil je ons vertellen? Nou, ze komt straight to the topic. We moeten mevrouw Briar gaan joinen op een expeditie naar de mysterieuze Area Zero. Carmen zegt, wat? Dat is in Paldea, toch? Ze willen een terrastal fenomeen gaan onderzoeken in de krater. Maar ze heeft nog meer ambitie voor deze trip. Ze hoopt dat we daar Terrapogos kunnen vinden. Een legendarische Pokémon die in Area Zero is. Kijk, Kieran is weer wakker. Die zegt Terrapogos, een legendarische Pokémon. Ja, kijk, nu is die enthousiast. Hey, Geeta is er! What up, Geeta? Lang geleden dat ik jou heb gezien. Ik moet wel zeggen, Kieran is wel beter dan jij, Geeta. Geeta, ik had jou zo makkelijk verslagen. En ik zie dat Riku ook mee is gekomen. What up? Mevrouw Geeta. Die zegt, kampioen Rikachu, wat doe jij hier? Oh ja, je bent de uitwisselingsstudent. Yep. Nou, Drayton moet weer zeggen dat ik net kampioen ben geworden. Ja, doe nou even rustig, Drayton. Geeta gaat even uitleggen wat er aan de hand is. Nou, zij heeft de verantwoordelijkheid voor de grote krater in Paldea. En er kunnen allerlei gevaarlijke Pokémon ontsnappen uit dat gebied. Er moet meer onderzoek gedaan worden. En dus willen ze natuurlijk dat wij gaan helpen. Wij met z'n vieren, oh, dat is wel gezellig. Nou, let's go. Alleen als Kieran meegaat eigenlijk. Carmine zegt, natuurlijk ga ik mee. Nou, Drayton die... Oh, Drayton gaat niet mee. Carmine zegt, wat? Waarom ga je niet mee, hè, Choppy? En hij zegt, ik ben benieuwd wat de ex-kampioen denkt. Bro, doe nou niet
zo lullig tegen Kieran. Kieran gaat wel mee. Hij zegt, als daar een legendarische Pokémon is, dan wil ik die vinden en vangen. Bro, ik ga die vangen. Ja, sorry hoor. Dat vind ik eigenlijk niet oké. Okay. En mevrouw Briardi gaat ook gezellig mee, zegt ze. Nou, helemaal leuk joh. We gaan op naar Area Zero. Hij lachen dat jullie hier waren, Gita. Lang geleden. Ja, Rick, ja, zeker lang geleden. Ja, we zijn hier inderdaad ook kampioen geworden, Gita. Het gaat best wel lekker op zich. Maar het is wel moeizaam hoor. De trainers hier zijn wel sterk. Vooral de Elite Four. Oh, ik zeg heet Riku, maar het is Rika. Oh, je moet niet gelijk zo boos kijken naar mij. Die zeggen, je bent een grote krater in geweest zonder onze toestemming. Dus even rustig, joh. Maar kampioenen mogen dat gewoon, toch? Wat, kijk, ja. Oh, sorry. Dus even rustig, joh. Nou, Gita, die neemt het gelukkig voor me op. Die zegt dat ik het goed heb gedaan en dat de Paldea waarschijnlijk slechter aan toe was als ik daar niet naartoe was geweest. Slechts een handjevol mensen weten over de krater en de tijdmachine en dat soort dingen wat er allemaal is gebeurd. En Gita is vergeten om iets te geven aan Briard. Nou, dat moeten wij waarschijnlijk nu gaan doen. Dat is de Indigo Disc. Oké, ja, dat zal wat te maken hebben met die Pokémon. Oké, doei. Tot de volgende keer. Wat is er trouwens in de schoolwinkel? Wat kan ik hier allemaal kopen dan? Oh, hier kan je Max Revives kopen. Oké. Oh, en Experience Candies, Rare Candies. Oh, dit is wel handig. Oh, en deze goede items allemaal. Oh, wat? Dan kan hij van alles nog wat kopen. Ik ben nu even in de League Club kamer. En als je hier dus bij deze computer je BP doneert, dan kan je er dus voor zorgen dat de starter Pokémon spawnen. Maar dan heb je dus 3000 per bioom nodig. En ik heb tot nu toe nog maar 300 BP. Ik doe echt niks eraan. Dus ja, dat is niet voor nu. Maar we gaan wel terug naar Area Zero. In de volgende video dus. Doe een duimpje omhoog. Abonneer. Oh, we hebben Kieran verslagen. Ik zie je bij de volgende video. Mazzel.